Ja, ventileren. Nou, we hebben natuurlijk voor de zomervakantie al heel wat aanpassingen gehad. Zoals gescheiden looproutes en aparte ingangen. En kleine klassen. Nou, dat is nu opgeheven. Dus nu mag gewoon de hele klas tegelijk komen. En de aanpassingen die we na de vakantie gaan doen is met name de gescheiden pauzes. En de looproutes die blijven we handhaven in de klas. Dus dat blijven we wel doen. We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan looproutes in de school. En ook goede informatievoorzieningen naar leerlingen toe. En natuurlijk het ventileren de hele dag van 's morgens vroeg tot het begin van de avond. Dus tussen 7 en 7 staan de ramen en deuren open. Dus ze zullen zich er ook op moeten kleden op de buitentemperatuur. Wij zijn naar aanleiding van de maatregelenadviezen van het RIVM aan de slag geweest om de school zo coronaproof te maken. Dus dat betekent dat we looproutes in de school hebben. We hebben allerlei hygiënemaatregelen voor na de wc. Maar ook bijvoorbeeld als leerlingen binnenkomen voor medewerkers. In principe voldoen we aan die richtlijnen. En daarnaast hebben we ook een aantal extra maatregelen voor het gevoel van mensen, voor de veiligheid in de school. Veiligheid voorop. Veiligheid voor de leerlingen, veiligheid ook voor leerlingen met een gezin waar misschien een kwetsbare situatie is. En natuurlijk veiligheid voor de collega's. Voor de leerlingen denk ik dat het met name de afstand naar de docent, dat dat even wennen is. Dus de docent moet echt afstand houden van 1,5 meter. Dat is ook best wel lastig. Zeker als je voorstelt als je een vraag moet stellen. Ben je toch gewend om naar een leerling die heel dicht naartoe te lopen. Nou, dat zal echt anders zijn. De leerlingen zijn het eigenlijk al gewend. Voor de vakantie hadden we de maatregelen ook. Er zijn een aantal verscherpingen, maar die zijn minimaal. We hadden ze al daarvoor, dus in principe zijn ze er al aan gewend. En weten ze ook tijdens de introductie, hebben ze ook gehoord dat welke maatregelen gaan komen. We hebben filmpjes gemaakt, dus ze zijn er bekend mee. Ja, dat wordt misschien toch wel spannend. Alhoewel ze natuurlijk al goed gewend zijn in de afgelopen periode voor de zomervakantie. Toen we weer allemaal terug mochten naar school. Maar nu gaan we weer met z'n allen. En ik hoor veel berichten dat ze zich echt verheugen om weer naar school te gaan. Maar voor de docenten is dat niet anders. We gaan weer beginnen. 15, 16 maart was de dag waarop we eigenlijk de laatste lesdag ongeveer hebben gehad die normaal was. Ja, dat is natuurlijk heel lang geleden, dus het is gewoon weer even spannend. Maar dat is ieder schooljaar, als we starten, is spannend. Toch ook wel kijk ik er heel erg naar uit om iedereen weer te zien. Alhoewel het niet zoals gewoonlijk is met een hand om elkaar weer te begroeten. Maar het is gewoon hartstikke goed om weer met elkaar op school te zijn. Want we zijn toch een beetje een sociaal wezen. Hè? Ik denk dat dat we redelijk normaal starten. En zolang er geen nieuwe maatregelen komen zoals we dat eerder hadden met halve klassen, dan wordt het een redelijk normaal schooljaar. Je bent niet onderwijs ingegaan om les te geven aan een laptop. Je bent erin gegaan voor de dynamiek met de kinderen en die zie je nu weer en daar doe je het voor.